staan hier voor het portret van Michiel de Ruiter als luitenant-generaal. Dit werk is onderdeel van een serie portretten die Ferdinand Bol van Michiel de Ruiter maakte. Het werk werd ter nagedachtenis aan de overwinning van de Vierdaagse Zeeslag tegen de Engelsen van 1666 geschilderd. En er werd bepaald dat in de raadzaal van alle admiraliteiten van de verschillende steden in de Republiek een portret van Michiel de Ruiter moest komen. Dat toont hopelijk aan wat voor status en macht de Ruiter al had in die 17e eeuw. Dit specifieke portret hing overigens in de admiraliteit van Zeeland in Middelburg. En we zien ook dat de Ruiter heel rijk gekleed is. Hij heeft een commandostaf in zijn hand en hij draagt de orde van de heilige Michael die hij kreeg van de Franse koning. Op de achtergrond zien we de zeven provinciën, het vlaggenschip van de Ruiter. En als we het vaak hebben over Michiel de Ruiter, dan hebben we het vaak over zijn overwinningen en zeeslagen. Tegelijkertijd is het zo belangrijk om alle kanten van zijn verhaal te vertellen. Het was namelijk door de Ruiter dat de Nederlandse handel in Afrikanen een doorstart kreeg. Hij wist namelijk meerdere forten op de Engelsen in West-Afrika te veroveren. De Ruiter maakte zich hard voor de vrijlating van Europeaanse tot slaafgemaakten. Deze christenslaven, zoals ze ook wel werden genoemd, werden door Noord-Afrikanen op zee tot slaaf gemaakt. En wat we dus zien is dat de Ruiter slavernij accepteerde, behalve als het ging om witte christenen. En nu wij hier zo samen staan, wil ik je graag vragen hoe jij naar dit portret en naar Michiel de Ruiter kijkt. Ja, heel dubbel. Het is heel functioneel wat er gebeurde. Dus Nederland zat in de 19e eeuw in een hele roerige politieke tijd. En men zocht Nederlandse helden en werden standbeelden opgetuigd. En daardoor was dit zo functioneel. Zoals zo vaak voor politieke verbinding of voor gemeenschappelijke verbinding naar helden gezocht worden. Dus binnen die context vat ik het. Zijn rol en de Nederlandse rol in de slavernij. Daarom vind ik het heel goed dat het Rijksmuseum ook echt aandacht schenkt aan die slavernij. Want er zijn zoveel verhalen inderdaad. Je kan een deel van de Nederlandse bevolking die gekleurd is niet begrijpen als je niet al die verschillende kanten belicht, zeg maar. Dus er zijn heldenverhalen, er zijn ook hele nare verhalen van gevangenschap, van moord, van noem maar op. En dat was niet alleen in de West-Indië, dat was ook in Indië. En dus ik kijk hier naar, daarom wilde ik hier ook performen. Het is een beladen beeld geworden. Anno 2021 is het beladen beeld. Ik vind het mooi dat het er nog steeds is. We moeten de geschiedenis niet verdoezelen, maar juist de nieuwe verhalen vertellen, de extra verhalen, zodat het inzichtelijker wordt en zodat we elkaar ook gaan begrijpen. En je zegt net, ik wil hier heel graag optreden. Welke boodschap wil je daarmee uitdragen met de liedjes die je hier hebt? Nou, ik zing over het eerste lied is een van Bottomang. En ik zing in het begin over mijn helden. En dat is niet een. Dat is niet Michiel de Ruiter. Ik heb het over Anton de Kom. En Anton de Kom is zo'n mooi voorbeeld van een Surinaamse held. Die ook een Nederlands verzetheld is. En gelukkig komen die verhalen nu naar boven. Dus we hebben het nodig om meer helden te zien. En daarom, als ik naar Michiel de Ruiter kijk, zie ik ook een Anton de Kom. Want dat is mijn held. En in die functie vat ik hem. En daardoor moeten deze beelden, zijn ze juist goed in het museum, mits daar context bij komt. Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht. Geluk is nou eenmaal niet te achterhalen. Wat geeft het in een koude voorjaarsnacht? Zingen onsterfelijke nachtegalen. Over mijn ouders en over de zon. Verlaten plantages en de marons. Dit zijn de helden als Anton de Kom. Dit zijn de dagen, dit is mijn grond.
Da-da-da-da-da-da-do. Bottenman, schippen kan ik overvaren? Of kan je op zijn minst de route aan me openbaren? Ik ben een Sranaman, pure chocolade. Minetaki, lange, lange tijd, Misayuani, komt de zaken. Uit het juiste hout gesneden, binnenlandse water. Generaties van ervaring, huh? Vragen aan mijn vader. En zijn vader, en zijn vader, die zei dat zijn vader moest vechten voor vrijheid. Maar goed, dat zijn zijn daden. Geen borstklopperij, eerder een humbele buiging in de hoop dat ze kijken en trots op me zijn. 1,5 hectare zit Meijer en een boerderij. Pa, bedankt, maar zeg me, waar zouden we zonder mama zijn? Bottenman, bottenman, ik heb de hele nacht gewerkt. Mijn voeten doen me pijn, maar heb een show, dus hou me sterk. Mijn dame die me vraagt naar nieuwe liedjes van mijn plaat. Maar praten doe ik niet en zij wil weten hoe het met me gaat. Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht. Geluk is niet te achterhalen. Geluk is niet te achterhalen. Bottenman, schipper mag ik over, ik moest weg, ben hier gekomen. Stress fokte mijn hoofd op, zwarte man in een witte wereld en een weerwaar van succes. Ik wilde net goed doen voor mijn familie, voor mijn gemeenschap en mijn fans. Maar ben die lobbyman ook toe, bouw bruggen en dan vricht ze naar encounters met scope toe. Mijn ma zegt, geef ze geen reden, geen reden, Glenn. Ergens klinkt de stem, Glenn, pak ze op en wees een fan. Bottenman, ben een lover en een fighter. Soms ijdel, soms trots, maar zit op een lijn met tijd en God. Klaar met het leven en angst, klaar met lachen om mezelf onschadelijk te maken. Fuck de fame, fuck de vragen. Ik ga op reis en neem mee, alleen één pen en een notitieblok. Ben aan de overkant, maar ik zie je nog. Deuren worden dichtgeslagen, maar zitten niet op slot. Ik bedoel, de stad kan soms branden, maar gaat niet kapot. Oh, da 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 da. Oh, oh, da 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 da. Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht. Geluk is niet te achterhalen. Geluk is niet te achterhalen. Prullenbak, lippen op elkaar die de woorden binnenhouden. Zo van zeg het maar. Je voelt je hier niet veiliger. Bom op mijn tong, ik vertik het om te zwijgen. Met een positieve pijn, maar dat optimisme lijkt zo langzaam aan een masochisme. Wat is in de vissen kom. Altijd als het misgaat, is het om iets stoms. Altijd als ik chicks online, ik bel je op. Hoezo? Altijd die bevestiging van buiten nog. Soms doe ik domme dingen, tussen barren toch. Dus een uiter van bewondering voor jou. Voor een zondag en het goud ook als het minder wordt, stiller wordt. Je zou kunnen gaan zodat ik je er niet meer aan herinnerd wordt. Je kan het niet maken, kan niet meer kapot. Ik kan niet uit, ik kan niet op. Je laat me niet los. Je kan me niet zien. En al ben ik ver en hou je je sterk. Meer dan ik verdien. Hey, kijk goed, er is zoveel meer. Maar zo weinig tijd. Dus ik spring wat het is in een ogenblik. Weer voorbij. Eind goed, al goed. Salomon's tempel in het tempel van doem. Ik blijf thuis meer zoet. En alles wat ik denk is wat ik doe. Wat ik voel. Wie neemt, wie geeft. Sommen dan maar op. Alles wat ik niet deed. Dagen in een stof. We leven nog. Kou van je details. Ik krijg een film plus de making of. Minimale middelen, stress maakt je razend. Boos en gekwetst, maar vind het sexy als je daar bent. Ik kan het niet maken, kan niet meer kapot. Ik kan niet uit, ik kan niet op. Je laat me niet los. Je kan me niet zien. En al ben ik ver, en hou je sterk. Meer dan ik verdien. Je laat me niet los, 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 los. Je kan me niet zien, 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 zien. En al ben ik ver, en hou je sterk. Meer dan ik verdien. Hey, kijk goed, er is zoveel meer. Maar zo weinig tijd. Dus ik spring wat het is in een ogenblik. Ogenblik.
die kan me niet zien. En al ben ik ver, en hou je sterk, meer dan ik verdien. Je laat me niet los, 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 je kan me niet zien. En al ben ik ver, en hou je sterk, meer dan ik verdien. Hey, je laat me niet los. We staan hier in de Eregalerij, het hart van het Rijksmuseum. We zien hier de meest fantastische schilderijen. Werken van Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen. En aan al die namen zou je kunnen denken dat als we het hebben over 17e eeuwse schilderkunst, alleen mannen het beroep van schilder hadden. Ja. Maar niets is minder waar. Integendeel, er waren zeker vrouwelijke kunstenaars in die 17e eeuw. Wellicht minder in aantallen, maar wel even belangrijk. Kijk. En een van hen is Judith Leyster. Ze werd geboren in 1609 in Haarlem en staat vooral bekend om haar genrestukken, scènes uit het dagelijks leven. In 1633 werd ze toegelaten tot het Haarlemse Sint-Lucas-gilde, het gilde voor kunstenaars. En dat was heel bijzonder, want ze is een van de weinige vrouwen geweest die lid mocht worden van dit prestigieuze gilde. Nou, eenmaal lid van het gilde mocht ze haar eigen atelier openen en leerlingen aannemen. Dit deed zij allemaal als jonge, ongetrouwde vrouw. Iets dat zeker in die tijd echt heel bijzonder was. En ook nog eens getuigd van ondernemerszin. Nou, het is de eerste keer in de geschiedenis van het Rijksmuseum dat er schilderijen van vrouwelijke makers hier in de Eregalerij hangen. Vet. Heel dope. Precies. En we staan hier nu voor de serenade gemaakt door Leyster in 1629... En jij hebt dit werk uitgekozen. Ja. Waarom? Ja, eigenlijk tweeledig. Eén, als muzikant, Stix, mijn collega en vriend, heeft een nummer, de Serenade aan het Goede Leven. Ik laat je zien, ik laat je zien. De muziek is alles voor me, dus deze sprak me aan. En tegelijkertijd is het ook om voor de erkenning. Ik bedoel, het is heel raar dat we dit moeten highlighten. Zo van, oh ja, er is een vrouw in de eregalerij. Maar dat geeft wel aan wat voor een lange weg een inclusieve maatschappij en een diverse maatschappij, wat voor lange weg we afgelegd hebben en nog steeds af te leggen hebben eigenlijk ook. Want ja, more power to Judith en alle andere vrouwen die misschien nog in het onzichtbare zijn, maar ook hele grote werken hebben gemaakt. En ik hoop dat daar meer ruimte voor komt. Aan de hand van dit schilderij heb je ook een lied gekozen, ja, om voor te dragen. Ja. Welk lied is dat en voor welke reden heb je dat lied gekozen? Ja, ik heb gekozen voor Sta Me Toe, een lied van mijn album Lobby de Bassi. Het lied gaat over het naast een moderne vrouw staan. En ik als moderne man vraag me af, op wat voor manier kan ik jou het beste ondersteunen? Want ik zie dat je hard gaat. Ik weet dat je tijd in te halen valt, want ja, je bent zo lang niet gezien. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat ik je af en toe wil afremmen in liefde. En niet om klein te houden, maar nou, noem maar op. Dus een modern lied over de vraag, hoe gaan we met elkaar om? Hoe verhoud ik me tot jou? En daarom dacht ik, ja, juist omdat dit zo'n uniek stuk is hier in de Eregalerij, dacht ik, laat mij een serenade brengen aan de vrouw met ook de kwetsbare vragen van mij als man. Ik had moeten zeggen, stop, niet verder gaan, terug, ga niet weg. Je weet waarom ik je dit zeg. En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen. We staan met doel maar tegen gas te bieden. Stop, niet verder gaan, terug, ga niet weg. Je weet waarom ik je dit zeg. En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen. We staan met hoeveel tegen gas te bieden. Tegen gas te bieden, tegen gas te bieden. Tegen gas te bieden, tegen gas te bieden. Tegen gas te bieden, tegen gas te bieden, oké. Staan maar toe, je wat tegen gas te bieden. Tegen gas te bieden, tegen gas te bieden. Tegen gas te bieden, tegen gas te bieden. Tegen gas te bieden, tegen gas te bieden, oké. Staan maar toe, je wat tegen gas te bieden. Schat, je bent mooi, je bent sterk. Je bent alles wat je wil zijn, schat. Behalve je werk, je wilt alles, je werk en een carrière. Plus een normaal bestaan tussen twee haakjes dan. Ik zie paniek, ik zie je gaat hard. Maar je vaak verraadt dat je iets in te halen hebt of
iets wil bewijken of iets voor me zijn. Je zegt, mijn pijn is van mij en het hoort erbij. Stress, hoe duur is je succes? Steeds spiegelen, vergelijken, twijfelen. Wat doen we hier eigenlijk? Wie hoort je? Je denkt, je kwetsbaarheid maakt zwak. Dus terug naar die controle in de mannenwereld. En jij de supervrouw tussen allemaal kerels. Thuis ben jij de fixen, zorgen voor alles. Online sterren staat er zoveel dat je moet zijn. Maar je laat niks vallen, ik zeg stop, niet verder gaan terug. Stop, niet verder gaan terug. Ik had moeten zeggen, stop, niet verder gaan, terug, ga niet weg. Je weet waarom ik je dit zeg. En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen. Maar sta me toe wat tegen gasten bieden. Ze ziet zichzelf door de ogen van een ander. Ze ziet zichzelf niet als een prioriteit. Ik zie haar vlucht als snelgaande wijzers. En die bom zal ontploffen binnen afzienbare tijd. Zij wordt ziek als haar lichaam rust krijgt. Dus ze rust niet op naar het volgende moment. En ik beken, ik sta aan de zijlijn. Wil ingrijpen, wil haar begrijpen. Maar mijn meisje is modern, ze wil niet geremd worden. Alleen door liefde, ze krijgt niet genoeg. Nee, niet de manier die zij gedacht had, verwacht had op haar voorwaarden. Liever doe je ding maar leer het los te laten. Ik zeg je, stop, niet verder gaan terug. Stop, niet verder gaan terug. Ik had moeten zeggen, stop, niet verder gaan terug. Ga niet weg, je weet waarom ik je dit zeg. En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen. We staan met toe tegen gasten bieden. Stop, niet verder gaan, terug, ga niet weg. Je weet waarom ik je dit zeg. En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen. Maar sta mij toe om je wat tegengas te bieden. Dat er niets meer is. Je kwam met de wolken en gaat weg met een rubberboot. Het is niet wie of wat je bent, ik vind je het mooiste in de tussenpozen. Maar inmiddels draait de stad af van het vasteland. Zie je het zinken, door de damp ging en verdrinken. Je kwam met de wolken, wilde weg, besloten blijven. Ik wist niet wat ik zag, ik had wat langer moeten kijken. Kijk omhoog, ik kijk omhoog. En dat terwijl je voor me staat, ik ben veel te laat. Maar de nacht die is nog jong. Kijk omhoog, kijk omhoog. Nu dat je zo binnenkomt, voel de afstand toch te groot. Zelfs in een baan om de aarde, te ver van waar we gaan, te licht van waar we waren. Ik kende je al, toen de winter nog niet was. Je aan vuur nog niet kan branden, spraken met een oogopslag. Toen Mars nog onbewoond was, Jezus al terug. Verleden, heden, toekomst, leer maar hou daarvan al vlucht. Wie ik ben in deze tijd als ik niet zoek. Die oneindigheid van opties hebben de prijzen zijn een vloek. Alsof mijn woorden nog iets doen. Verliefde de potentie, ben ze beiden zo moe. Eindelijk ben ik daar dan waar je mij had gezien. Maar net te laat, ik hoor je wel, maar voel de wind richting niet. Kijk omhoog, ik kijk omhoog. En dat terwijl je voor me staat, ik ben veel te laat. Maar de nacht die is nog jong. Kijk omhoog, kijk omhoog. Nu dat je ze binnenkomt, voel de afstand. Maar die ochtend komt en die dageraad. Blijf rijken naar de sterren, zie je traag het soms gaat. Ik bedank jou, wil niet meer vechten met die stemmen in mijn kop. Het is veel te lang geleden, het is veel gevecht, toch? Ik bedank ons allebei, ik bedank jou. Outlet.
van de 17e eeuw zijn we afgereisd naar de 19e eeuw. Aan het eind van die eeuw maakt Jacques van Looy dit grote doek. En we zien een veld met felblauwe lupinen in de vroege zomer. Het doek is vrij groot en deze blauwe lupinen vullen dan ook eigenlijk het grootste deel van het doek. En als je hier voor het eerst bent, zijn de bloemen ook eigenlijk meteen het eerste wat je ziet. Maar als we nou eens dichterbij gaan kijken en beter gaan kijken, dan zien we hier rechtsonder een omgevallen bloempot. Oh, yeah. En boven de heg zien we het huis van de kunstenaar in Soest. En rechtsboven, als je goed kijkt, zie je 3 hooiwagens die worden getrokken door paarden. En wat we hier zien is een kunstenaar die heel realistisch te werk gaat met licht en lichtinval. Met de mooie gele, haast oranje zon die op het doek schijnt. Maar tegelijkertijd zien we hier ook haast een invloed van Van Gogh. Mm-hmm, yeah. En ik weet nog, toen wij hier voor het eerst liepen, zei jij meteen, wauw, dit schilderij. Yeah. En ik wil graag van jou weten waarom je dit schilderij hebt gekozen. Ja, dit geeft sowieso de kleur, de lila, blauw, groen, alles in één. Heel fris. Resoneert gewoon bij me. Maar wat mij vooral het meest pakt is, ik ben een buitenmens, ik woon op het platteland. Dit is de rust, dit is de stilte, dit is het even niks hoeven, niks moeten. Elke dag, en ik prijs de Heer daarvoor, elke dag zie ik zo'n geweldige zonsondergang gewoon. En ja, dan heb je zo weinig nodig. Dus dit schilderij representeert voor mij, het is goed, het is mooi, het is klaar. En je hebt dan ook walnootboom gekozen om bij dit schilderij straks te gaan zingen. Ja. Wat is de link tussen dat lied en dit schilderij? Nou, de walnootboom van mijn album Lichthuis. Ik ben in een proces gegaan van donker naar licht. Dus burn-out, depressie naar licht. Dus het geluk, de liefde. En de walnootboom, daar keek ik altijd naar. En daar zat ik ook onder. Elke keer als ik me gewoon even tot rust wilde komen. Dus die staat er ook. En in mijn fantasie staat daar ook ergens een walnootboom. Dus toen ik dit schilderij zag, dacht ik van, oh ja, walnootboom gaat heel erg over accepteren, de rust, aanvaard het, je hoeft niet meer bang te zijn. Alsof ik tegen mijn jongere ik spreek. Je kan groei niet reproduceren, dezelfde reis niet maken. Ben dankbaar voor wie je bent en mijn goede en slechte dagen. Konden we maar ze nu en dan over de schutting kijken. Al denk ik dat we zelfs dan niet begrijpen. In de spiegel zie ik jou, plus de eerste grijze haren. Vroeg wijs zal ik maar zeggen, ik versier de beste jaren. Alsof het allemaal nog beginnen moet, geen zorg, ik neem je mee. Ik heb je lief, ik heb jou ook nodig en dat is alles wat ik weet. Wees niet bang om verliefd te zijn, wees niet bang om te slagen. Want die angst doet rare dingen met je en leidt tot sabotage. Wees niet bang als je niet zoekt, als je vindt wat je hebt. Als een heim weer binnenkomt, als ik je zeg. Je bent op tijd, ga liggen in het gras. Je bent mijn eregast. En nu ik jou gevonden heb, ben jij precies op tijd voor alles dat er was. Mijn hart, mijn vriend, mijn eregast. Omdat ik jou gevonden heb. Wees niet meer bang om geen gelijk te hebben. Wees niet bang om te dienen. Kon je maar zien wat ik zie als je lacht of verdriet hebt. Straf jezelf niet af om je lichtheid en geluk. Voel maar, het is de bedoeling. En dan wat is het niet lukt? Was het ergste dat gebeuren kan? Wees niet bang om te vallen. Wees niet bang voor het succes, voor het niets of alles. Nooit vergeten hoe we liggen onder de walnootboom. Kijk het zonder te willen zien als in een droom. Je bent op tijd, ga liggen in het gras. Je bent mijn eregast. En nu ik jou gevonden heb, ben jij precies op tijd voor alles dat er was. Mijn hart, mijn vriend, mijn eregast. Omdat ik jou gevonden heb. En alles is als nieuw gemaakt voor ons. Een avontuur speciaal voor ons. Alles nieuw gemaakt in een melodie die ik neurie elke ochtend. Als je wakker wordt, als je wakker wordt, jij. Thank you.
druppels aan de takken. Het zijn die diamanten druppels aan de takken. Diamanten druppels aan de takken. Diamanten druppels aan de takken. Nee, dat is perfect, bro. Oh. Hè? Maar hoe kan het op die beat terugkomen? In ieder geval zijn wij enthousiast.